Ik begin een donkerbruin van moeten krijgen. Waar die Sven de caviar vandaan had voor dat restaurant. Volle fluiter, hè? Ja, dames en heren. Sven Heikoop. En achterlijk mij zei de president van Frankrijk. Jullie mogen gaan. Dan zei hij letterlijk tegen ons, had ons gebeld en hij zei van... Van 15 juni ga ik grens over. Kom maar. Top, man. Oké, dames en heren. Leuk dat jullie weer kijken naar een serie die eigenlijk al een tijdje aan de gang is. Michiel Pilaar heeft hem al opgenomen met Mandy Supanchis. Ian Tiels is die weg geweest. Martin Post. En wij gaan proberen om een beetje te helpen. We hebben een member gevonden die een heel mooi en sterk verhaal heeft. Daarbij heb hij ook nog een heel mooi viswater tot zijn beschikking. En ik ben met Marco Nap. Maar Marco, je ziet er niet echt uit alsof je op karpen gaat vissen. Nee, klopt inderdaad. We gaan dus op pad met Sven Heikoop. En we gaan hem op zijn werk eventjes opzoeken. En ik heb begrepen dat je daar niet zomaar in een karpen outfitje binnen kan komen lopen. Dus ik heb wat anders aangetrokken. Dus ik zal me zo even moeten omkleden? Jazeker, wordt of omkleden of buiten blijven, ben ik bang voor. Maar wat dat zo is, dat gaan jullie dus zo zien. Marco en ik hebben net de auto volgestouwd. En we gaan nu gaan eventjes door Nederland rijden. En waar we dan terechtkomen, jongens, dat gaan jullie zo zien. Heel veel kijkplezier met deze film. 24 uur vissen met... En de rest horen jullie zo allemaal, jongens. Yes! Over de snelweg zijn we dan uiteindelijk aangekomen bij het water. Marco die hing alweer als een of andere met meester over het water heen om te kijken of hij een karper zag. Maar daar zijn we dan, boys. Yes. Ja, dat gaat nu gebeuren, hè? Ja, echt, man. Wat meer over het water gaan we zo vertellen. Ja, zeker. Maar dit ziet er wel echt weergaloos uit. Jullie zien waarschijnlijk nu wat beelden voorbij komen. En ik denk dat we zo snel mogelijk even de spulletjes op de barrows moeten gaan laden. En dan tot zo op de stek, jongens. Yes, we zijn dus bij het water aangekomen. We zijn al begonnen met uitpakken, wat iets vertraging, want erachter werd het gras nog even gemaaid. Dus in verband met het lawaai zijn we maar vast begonnen. En Sven, kom er eens bij, jongen, want we zijn wel benieuwd, waar heb je ons mee naartoe genomen? Ja, naar mijn thuiswater in het mooie Brabant natuurlijk. En hier mag niet gevist worden, alleen door bewoners. Want dit was vroeger uiteindelijk een vakantiepark en nu tegenwoordig mag er vast gewoond worden. En ze hebben besloten dat er geen mensen van buitenaf hier mogen komen. Ik heb een jaar lang moeten zeuren, lief gevraagd of ik alsjeblieft hier mocht vissen. Ja. En uiteindelijk hebben ze dus mee ingestemd dat ik als enigste hier mocht vissen. En dat heeft mij heel veel dingen, daardoor heb ik heel veel kunnen bereiken. Met mezelf en met de visserij. Ja, want je hebt ook mooie vissen gevangen. Ja, zeker. Een van de betere vissen hier, wel 17 kilo. En er zat nog een van mijn vissen, mijn targetvissen. En dat is een rijen van 21 plus. Schijnt verhaal. Zou zeker mooi zijn. Maar de roddel gaat rond dat hij hier 500 meter verderop zwemt. Ah. Maar ja, goed. Hè? Roddel is ook maar een roddel. Zo is het. Wie weet komt hij nog tevoorschijn. Ja. We mogen hier toch wel... Wij mogen hier legaal vissen. Ja, ja zeker. Bij het bestuur vond het helemaal geweldig. En er zijn ook een paar karpenvissen hier uit de omgeving die hier altijd graag hebben gevist. Ja. Hebben ze ook gevist. Alleen ja, toen ging het slot erop. Ja. En gelukkig ben ik die gelukkige dat ik hier mag vissen. Nou, dat belooft nog wat, man. We kennen de plekken. Kijk eens aan, ja. We gaan er wat van maken, jongen. Zeker. Heel veel zin in.